In dit filmpje laten we u zien hoe de gemeente Ede voor de wet waardering onroerende zaken de WOZ-waardes van de woningen bepaalt. Elk jaar ontvangt u voor eind februari een aanslag gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het jaar daarvoor. Deze jaarlijkse waardering noemen we de herwaardering. Die begint met het verwerken van de bedragen waarvoor woningen zijn verkocht rond de waardepeildatum. Deze verkoopcijfers krijgt de gemeente van het kadaster. De verkoopcijfers worden geanalyseerd. Dit doen we aan de hand van de beschikbare verkoopinformatie van diverse websites. Daarnaast gebruiken we informatie die we hebben gevraagd aan nieuwe huiseigenaren. Zij hebben daarvoor een inventarisatieformulier ingevuld. Via de verkoopinformatie op sites als Funda en Jaap kunnen we zien of de woning goed is onderhouden of verbouwd. Ook kunnen we zien of bijvoorbeeld de inhoud is gewijzigd en er wel of geen garage aanwezig is. Als uit deze informatie blijkt dat wij onjuiste gegevens in onze administratie hebben, controleren we die aan de hand van een bouwtekening. Of met behulp van de kadastrale kaart, luchtfoto's of een cyclorama, een 360 graden panoramafoto. De verkoopcijfers zijn de basis voor de herwaardering van alle woningen. In een computerprogramma worden deze verkoopcijfers vergeleken met alle woningen. Een woning wordt gewaardeerd op basis van de verkochte woningen die je er het best mee kunt vergelijken. Het taxatieverslag van uw woning kunt u raadplegen via de website van de gemeente. Dit kan vanaf het moment dat u het aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde heeft ontvangen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen.